Openbaar Ministerie heeft afgelopen vrijdag een persconferentie gehouden waarbij Garsha Parasing, procureur-generaal, op een aantal vragen antwoord gaf. Er werd gevraagd hoe het staat met de opsporing van de overige veroordeelden van de 8 december strafzaak, met name gewezen president van de Republiek Suriname, Desiree Bouterse, en ex-militair Johan Dijksteel. De procureur-generaal gaf als volgt antwoord op de vraag. De politie is nog steeds bezig op te sporen en je moet weten, wij zijn... Natuurlijk zijn wij belast met de opsporing, maar wij gaan niet echt opsporen. We zijn afhankelijk natuurlijk van onze inlichtingendiensten. Die moeten ons informatie geven. En ze zijn inderdaad weer aan het werk. Ja. Aanvulling daarop. De samenleving had geklaagd of had aangegeven waarom het OM niet direct was ingekomen. Maar er was al een vermoeden dat hij zou kunnen onderduiken. Waar is het OM niet eerder ingesprongen om de heer Bouterse op te pakken of de zaken? Wij hadden dus niet het vermoeden dat hij zou vluchten. Omdat wij in gesprek waren met de advocaat. En die gaf ons toch wel de zekerheid dat hij zich wel zou gaan aanmelden. Dus wij hadden totaal niet het vermoeden dat hij zich in feite zou gaan onttrekken aan de opsporing. Dat vermoeden hadden wij helemaal niet. We hadden juist het idee, hij zou meewerken met het onderzoek. Ja. Dus hij wordt inderdaad nog opgespoord, men is bezig, maar helaas moet ik inderdaad zeggen dat hij er nog niet is. Maar misschien kan Mirelle van Dijk iets vertellen, over, met name over die Interpol, signaleren ook de aanzoek van meneer Bouterse. Ik ga het doen. Kan ik het van hier Nee. Ja, dan kan je dat meteen meenemen, dat gaat meneer Bordo. Maar als je ook vragen daarover, ja. De vraag exact was mevrouw Brassing, als ik het even moet zeggen. Hoe staat het met de opsporing van Desiree Bouterse? En er waren ook zaken over Hoefdraad. Het gaat dus om de internationale signalering. Was dat uw vraag, mevrouw Ramchara? Nationaal, internationaal. In elk geval, het gaat dus om de opsporing. Mevrouw Parasing heeft al antwoord gegeven op dat van meneer Desiree Bouterse. Hetzelfde geldt ook voor meneer Hoefdraad. Ik heb u net horen zeggen, nationaal, internationaal, we weten niet waar hij is. Dus we gaan niet alleen nationaal, we hebben ook de tools om internationaal op te sporen. U weet dat er een kwestie was met betrekking tot het signaleren via Interpol. Interpol heeft ervoor gekozen om niet de signalering te plaatsen, maar dat betekent niet dat het einde wedstrijd is. We hebben nog meer tools. Landen werken onderling samen. Politiediensten, justitiële diensten, er wordt onderling samengewerkt. En natuurlijk worden ook van die netwerken gebruik gemaakt om de nodige opsporingen te doen. Ja. Interpol is een forum. En dat is een forum om te kunnen signaleren. Maar net zoals ik aangaf, er zijn zoveel samenwerkingsmogelijkheden. Landen in de wereld werken op allerlei fronten samen. En zeker politie en justitie. Er zijn zoveel netwerken waarvan we gebruik kunnen maken. En signalering hoeft zich niet te beperken tot een Interpol signalering. We kunnen uitgaan alvast van politie samenwerking. Een politiedienst hier in Suriname kan contacten hebben met een politiedienst in Engeland, in Venezuela, in Amerika. Er zijn samenwerkingsvormen. De politiediensten onderling wisselen intel uit. Als we gaan naar het niveau van justitiële samenwerking, dan komen we op het formeel gedeelte. Wanneer we bijvoorbeeld al weten waar iemand is op basis van die informatie die op politie informatiebasis is ingevoerd. Gewonnen, kunnen we dan naar de stap van justitiële samenwerking gaan, waar we dus formeel verzoeken gaan doen. Een uitleveringsverzoek. En daarom moet er een verdrag zijn.
Als het gaat om rechtshulp, is het niet per se nodig om een verdrag te hebben. Het hangt er vanaf wat je vraagt. Want niet voor alles heb je een verdrag nodig. Er is een heleboel dat je al kan doen op basis van je nationale wetgeving. Uitlevering, daar vergt onze nationale wetgeving wel een verdrag voor. Als wij zouden moeten uitleveren, hebben we wel een verdrag nodig. Maar het is niet zo, andere landen kunnen dat ook wel zonder verdrag. Het hangt er helemaal vanaf met welk land je moet delen. Een vraag, wanneer ik dit onderwerp. Als rechtshulpverzoek komt, ga je naar het ministerie van Justitie en Politie, het OM of de corruptie? Oké, een rechtshulpverzoek, daar geeft de wet aan dat de procureur-generaal de bevoegde autoriteit is, tenzij bij verdrag anders is bepaald. En dan kan het inderdaad zijn dat we een verdrag hebben met een land waarbij is aangegeven dat bijvoorbeeld de minister van Justitie de bevoegde autoriteit is. Nederland. Bijvoorbeeld Nederland, ja. Daar is er een protocol, waar in het verdrag is het ook aangegeven, maar is ook daarbij ook een protocol waar dat nadrukkelijk is aangegeven. In dat soort gevallen gaat het inderdaad naar de minister van Justitie. Ja, en een andere vraag over een van onze Surinamers die in het buitenland zit, dat is de heer Borne. Wat is de stand van zaken bij de onderhandelingen? Gaat hij naar Frankrijk, komt hij naar hier, naar asiel aangevraagd? Welke informatie heeft u recent? Ten aanzien van dat verzoek, laat me niet beginnen bij het verzoek, laat me een stapje teruggaan. Meneer Bordeaux, die is aangehouden in Brazilië voor een strafbaar feit dat hij daar had gepleegd. Naar aanleiding van die informatie die ons bereikt heeft, hebben wij dus geacteerd om een uitleveringsverzoek te doen, omdat wij hier een strafzaak hebben lopen tegen hem. Tegelijkertijd moet het geweest zijn, denk ik, heeft Frankrijk ook een verzoek gedaan aan de Braziliaanse autoriteit. En nu is er dus een situatie dat en Suriname en Brazilië daar een verzoek hebben liggen. En dan hangt het helemaal van Brazilië af, wat dus de eindbeslissing wordt. Elk land heeft de soevereine bevoegdheid om daarover te beslissen. En wij moeten dus afwachten aan welk land de voorkeur wordt gegeven. Dus in principe als de Suriname zegt, we trekken van ons terug, dan neemt het helemaal naar Brazilië om daar niet te zetten naar Frankrijk. Ja, alles hangt helemaal van Brazilië af. Brazilië kan ook zeggen, ik geef geen uitvoering aan geen enkel verzoek, of ik geef uitvoering aan verzoek A of B. Het ligt helemaal aan Brazilië. Oké,